Naar aanleiding van onze opleiding van Perfecto hebben wij een opdracht gekregen om een verbeterplan te maken. Freya en ik hebben gekozen voor het onderwerp wat te doen bij brand. En we hebben tevredenheidsonderzoek hebben we erbij gehaald. En daar is uitgebleken dus dat de bewoners gewoon heel weinig wisten over brandalarm. En stel dat de brand uitbreekt, dan weten bewoners gewoon niet waar ze heen moeten. Als de brandalarm afgaat, de mensen weten niet of het een oefening is of dat het echt is. Nou, dan ging er een alarm. Personeel die zei van, ik moet weg, want er is brandalarm. Lieten de bewoners alleen de deuren klappen dicht met enorm veel lawaai. En de mensen die zaten daar gewoon. De mensen die hebben dus echt heel veel angst uitgestaan als een brandalarm afgaat. Er was ook een bewoner die vertelde gewoon van dat, ja, had ik maar een balkon. Nou, dan had je tenminste dat je eruit kon natuurlijk, hè, als je een balkon had en zo. We hadden één bewoner die zo bang was dat de deuren dichtklappen, dat hij de deur open wou doen. Hij zat in een rolstoel. Waar hij helemaal beklemd was en dat hij heel hard begon te schreeuwen dat ik hier op de gang liep, dat ik hem hoorde. Ja, je krijgt die deur ook niet open natuurlijk, de deuren zijn allemaal afgesloten, dus er is zo'n kleine ruimte. En er is gewoon op dat moment gewoon geen personeel meer op de woning, omdat hij gewoon naar beneden is om te kijken wat er aan de hand is. Maar dat onzekere weet je wel, en omdat je ook in de stoel zit, dus je kunt ook geen kant op, hè. Wij hebben dus de bewoners in eerste plaats erbij betrokken. Wij hebben dus de collega's erbij betrokken. We hebben een aantal punten op papier gezet van wat willen wij eigenlijk weten? Wat is gewoon belangrijk voor de bewoners? We zijn daarmee naar de technische dienst geweest van hoe werkt eigenlijk een brandsysteem? Hoe sluiten de deuren? Hoeveel tijd heb je om van de woning af te komen? En we gaan zorgen dat gewoon de woning bemand is. Morgens bij het overdracht zeggen wij tegen de collega's van wie heeft BFV. Dan wordt er direct afgesproken van als er alarm is, ik ga naar beneden, gaat de andere collega, die komt hier op de woning en die gaat bij de mensen langs van nou is brandalarm, u bent niet alleen. Als er hulp nodig is, dan is er hulp. Ray en ik hebben dus een voorlichting gegeven aan de bewoners met de informatie die wij hebben gekregen van de technische dienst. Ja, toen is het uitgelegd aan een... Dat was toch goed. En wij hebben een affiche mogen maken en die komt in het ABC-boek. Er staat allemaal informatie over Matershof in en over zorggroep Groningen. En dan komt dat affiche komt er ook in. 22 april was hier een groot brandoefening. En het speelde af ook op deze afdeling. Bewoners werden erbij betrokken. En dat sloot heel erg goed aan op ons verbeterplan. Die ontruimingsdag wordt twee keer in het jaar gehouden. Maar deze keer hadden ze dus heel uitgebreid gedaan. Dat ze ook kraampjes en voorlichting, Rode Kruis, EHBO. Hebben we voorlichting gegeven aan de bewoners en aan de familie. Daaruit kwam ook een bewoner van de aanleunwoning. En die vertelde ons dan... Maar wij weten ook niet wat wij moeten doen bij brand. Wij hebben hem voorlichting gegeven. We hebben de technische dienst ingeschakeld. Die is bij meneer langs geweest. En die heeft meneer toegezegd van... Wij kijken naar de plattegrond. En we gaan ook een affiche voor jullie ophangen. Het was niet goed duidelijk. Want we hadden ook zo het idee van... Het hangt een spiegelbeeld. Dat was hier ook eerst zo. En dat hebben ze toen wel veranderd. Het speelt heel erg. En dat... We hebben mensen wakker gemaakt. Dat mogen we best wel trots op zijn.